Goedemorgen, IBC 2010. Ik ben Hans Klein Ruizenboom van Effe Technology. En ik sta hier met Erik van Nimwegen. Erik, wat houdt je bezig om op deze beurs te zijn? Ja, kijken wat de laatste ontwikkelingen zijn. Ja, en, je hebt al bij Effe nieuwe ontwikkelingen gezien. Ja. Je werkt al een tijd met het Effe-systeem. Ik werk al 20 jaar met Effe. Ja. En ik heb elk systeem heb ik wel mee gewerkt, zo langzamerhand. Dus van de oudste Media Composers versie 3 misschien tot de huidige generatie. Wat valt je op? Nou, kijk, het is, ik werk al 20 jaar met Effe, inderdaad. Ja. En de laatste tijd schiet ik vooral heel veel materiaal met DSLR-camera's. Ja. En nou, dat komt met vorige versies van Effe, kon je daar niet echt lekker mee werken, moest je allemaal raar importeren. Maar volgens de laatste nieuwtjes die ik hier heb gezien, kun je daar gewoon rechtstreeks met het materiaal werken. Dat is interessant natuurlijk. En Media Composer 5 is daar een grote verbetering in? Ja, het blijkt. Ja. Ik heb het hier allemaal gehoord, ik moet nog proberen zelf, maar het belooft veel goeds. Ja. En naast de DSLR, hoe ga je met AudioPost om? AudioPost, ja, dat is een part van de job, hè. Dat hoort erbij. Nou, ik werk al 20 jaar mee en normaal werk ik veel voor televisiezenders, producenten. En dan krijg je natuurlijk altijd met band te maken. Dus het is, en dan afhankelijk van de tijd die je hebt, hè, kun je de audio mooi maken. Maar meestal moet het allemaal zo snel, dus dan kom ik ook niet verder dan levelen en een crossje. Filteren, dat gebeurt bijna niet, er is geen tijd voor het vaak. Zijn er nog speciaal nieuwigheden waar je naar op zoek bent? Ja, en heb ik gezegd, vooral op het DSLR-gebied. Ja. Ik heb gewoon materiaal een beetje achter me gelaten. En kijken wat daarmee mogelijk is, hè, om dat gewoon zo'n snel mogelijke workflow te hebben ervoor. Oké, dank Erik voor je opmerkingen. Ja.